VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Seacon Logistics, Keulen Automateriaal, Vervoerscollege Venlo en Daily Gourmet Catering en Lunch Service. Maar ja, ze hebben volgens mij 3 of 4 keer gewonnen achter elkaar. Ook daar moet ik een einde aan komen, toch? Peter van Ooyen over de komende tegenstander AZ. Zometeen meer over de lastige uitwedstrijd tegen de nummer 4. We praten met Sam Stijn, die ook aan de slag gaat met de top 3. Maar nu eerst terug naar de laatste wedstrijd, VVV Willem II. Het is nog even wachten op aansluiting, die is er nu. Aardige paas zeg, en een enorme kans voor Crowley. Van Ooyen aan de rechterkant begonnen, maar nu al een tijdje op de linkerflank. Tegenover Dankerlui. Van Ooyen, lekker de bal en de goal van Mlappa. Dat is dus succesvol. En daar waar Willem II de eerste helft heeft gedomineerd, staat VVV kort voor rust op voorsprong. 8e doelpunt van het seizoen voor Mlappa. Na een fijne voorzet van Peter van Ooyen. Goede opening ook van Joosten. Post. Die krijg je niet van de bal. Goede bal ook trouwens. En de keeper heeft hem. Niet over de doellijn. Wel gedeeltelijk over de doellijn, maar toch niet in zijn geheel. En dus geen treffer. Daar komt Willem II. Overtreding en een penalty zelfs. Want het is in het strafschopgebied. Promes vloert. De invaller Pavlidis. En raak. Het is 1-1 in de koel. Lindhorst. Groot talent. Dit doet hij voortreffelijk. Van Ooyen. Kans voor Mlappa. Mlappa, dat moet hem zijn en dat is hem. Het staat 2-1 voor VVV. Zo sorteert die wissel van Maurice Stijn meteen effect. Van Ooyen naar het middenveld. Van Ooyen bereikt Mlappa. En Mlappa maakt zijn tweede doelpunt van de avond. Hier is het laatste fluitsignaal. Ontlading bij Maurice Stijn, ontlading bij de supporters van VVV. Want er wordt met 2-1 gewonnen van Willem II. En die overwinning volgt op 2 nederlagen voor de Limburgers. Een belangrijke overwinning dus. Voor de wedstrijd hadden wij natuurlijk ook met elkaar gesproken. Dan zeg je, als je uit de winterstop komt met 3 gespeeld 4, dan tekent iedereen daarvoor. Nou ja, dat wordt 3 gespeeld 3. Teleurstellende wedstrijd qua resultaat tegen Emmen. En dat hoop je dan weg te spelen tegen Willem II. En ik moet zeggen dat ik het spel minder goed vond als tegen Emmen. Maar goed, uiteindelijk hebben we dan wel de 3 punten. Dat is dan uiteindelijk toch het belangrijkste. Ja, Danny Post hoorde in de afgelopen spreken over een rommelige wedstrijd. Ben jij het daarmee eens? Wat bedoelen jullie daarmee dan? Nou, ik weet niet wat hij ermee bedoelt. Maar ja, je zag dat het een wedstrijd was die weinig kansen opleverde aan beide kanten. En waarin we denk ik veel aan het breien waren. Dat vond ik van beide ploegen. En ja, dat was niet zo'n open wedstrijd als tegen Emmen bijvoorbeeld. Dat denk dat hij dat ermee bedoelt. Maar ja, uiteindelijk hebben we gelukkig nu aan het langste eind getrokken. Wat dacht je vorige week voor de wedstrijd? Toen je hoorde dat je in de basis startte. Want ik ga de trainer even iets laten zien. Nou ja, dat probeer ik sowieso elke wedstrijd wel. Alleen ja, het pakt er nu goed uit. Dat we 3 punten pakken en ja, voor mijzelf dan 2 assists. Ja, en nog een goal eigenlijk die niet geteld werd? Of? Ja, ze hadden sowieso wel mogen terugkijken, denk ik. Ja, ik weet niet, ik weet niet echt of die zat of niet, maar ja, de scheidsrechter van niet. Hij heeft het zwaar gehad en kwam met alle andere verwachtingen hier naartoe. Hij is buiten het begin, heeft hij wel gespeeld, is hij buiten de ploeg gekomen. De ploeg is gaan draaien. Ja, daar is hij een beetje slachtoffer van geworden. Nou, we hebben veel met elkaar gesproken en ook na de winterstop met elkaar gesproken dat hij zich terug in de ploeg wil knokken. Hij heeft geen enkel signaal gegeven dat hij weg wilde. Nou, dat vind ik altijd prettig, want dat betekent dat hij strijdbaar is. En dan komt het moment waarin wij denken dat hij een meerwaarde kan hebben in de ploeg. Want we hebben heel bewust voor hem op die positie gekozen. Kijk, ik heb elke week wat we nodig hebben. Nou, hij heeft dat hartstikke goed ingevuld met een assist vanaf de linker buitenkant positie. En nadat we hem op het middenveld zetten, heeft hij het ook goed gedaan. Dus die heeft zijn basisplaats meer dan waargemaakt.
Die houdt hij dan ook vast of dat is op dit moment te veel gezegd? Nou, dat weet ik niet. Dat gaan we de komende dagen beoordelen. We gaan kijken wie en wat we beschikbaar hebben voor de wedstrijd tegen AZ en wat we nodig hebben in de wedstrijd tegen AZ. Op basis daarvan neem ik de beslissingen. Nou ja, toen ik hier kwam, toen speelde ik gelijk. En toen kreeg ik een blessure. En door die blessure ben ik er eigenlijk moeilijk terug ingekomen. We gingen punten pakken en ja, dan laat de trainer het team staan. Wat misschien ook wel begrijpelijk is. En daarna probeer je terug te knokken. Kreeg ik een kans, pak ik rood tegen AZ. Wat voor mij heel stom was, vond ik zelf. En ik moest eigenlijk meer toekijken dan zelf spelen. En ja, dat zijn lastige momenten voor een voetballer, maar ook die horen erbij. Ja, zeker. Maar ja, ik vind dat je moet mentaal ook sterk zijn. Je moet niet opgeven. Als je elke dag hard traint, dan komen je kansen vanzelf. En ja, die moet je dan pakken. En die heb jij gepakt nu, dus de volgende wedstrijd, basisplek voor Peter van Ooyen? Ja, dus sowieso aan de trainer of die dat doet. Maar ja, kijk, dit is nu één wedstrijd, dus leuk. Maar ja, je moet die lijn gewoon doortrekken. Zodat je niet één wedstrijd goed speelt en dan daarna weer wegvalt. Ik vind wel dat je echt die lijn vast moet houden. Zometeen gaat Benjamin van de selectie aan de slag met de top 3. Maar eerst horen we hoe het gaat met de 17-jarige Sam Stijn, die dit seizoen als huurling van ADO Den Haag met zijn vader en de rest van het gezin mee verhuisde naar Venlo. Ja, dat bevalt wel goed. Ik train natuurlijk met het eerste mee, dat is superleuk. Ik ga ook nog naar school hier op het Valuas College. Dat is mijn laatste jaar en dan, ja, ik heb het heel erg naar mijn zin. Was toch wennen, overgang Venlo Den Haag? Ja, dus in het begin is dat wel wennen. Het is een groot verschil natuurlijk van de stad. En ja, je hebt toch nog ook familie en vrienden in Den Haag wonen. Daardoor wil ik ook wel vaak terugkomen. Maar heb je daarover getwijfeld of had je geen keus? Ik heb daar niet echt over getwijfeld. Ik zag er een mooie uitdaging in. Ja, dus dat was gewoon een mooie uitdaging. Ja, een uitdaging. In welke zin een uitdaging? Kun je dat uitleggen? Voetballen bij VVV of is het juist voetballen onder je vader? Ik denk allebei. Het is ook wel een keer leuk wat nieuws. Ik heb 8 jaar in de jeugd bij ADO gezeten. En om dan een leuke stap te maken voor een jaartje is dan leuk. Misschien wel voor langer. Dat weten we nog niet. Ja, goed. Hij leert natuurlijk met name op een hoger niveau te acteren. Hij zat bij ADO in de onder 19. En speelt hij hier zijn wedstrijd in onder 19. Maar traint met een aantal jongens bijna dagelijks mee met ons op het hoogste niveau. Hè. En dat is sowieso leerzaam voor hem. Dus hij leert zowel op het veld als buiten het veld leert hij echt als een prof te leven. En dat is wel het voordeel dat hij nu hier zit. Je leert vooral tempo's veel hoger. Je leert veel van die oudere jongens door naar ze te luisteren. Je wordt gewoon slimmer in bepaalde situaties. Dat is het grote verschil. Van wie leer je het meest? Wie ik het meeste leer? Ja, vooral van de oudere jongens. Zoals Gerald, Danny, Moreno, meer ervaren. Ja. En je hebt zelfs al je eerste speelminuten gemaakt. Eerst in de beker, daarna de competitie. Had je dat verwacht? Nee, dat hadden wij van tevoren niet verwacht toen wij hier naartoe kwamen. Hadden we niet aan zien komen eigenlijk dat het allemaal zo snel en zo goed zou gaan. Dit wordt natuurlijk heel vaak bij hem de nadruk op gelegd, omdat hij en nog van ADO is en dat hij natuurlijk mijn zoon is. Maar er spelen meerdere talentvolle jongens die het ook misschien nog niet verwacht hadden dat ze of invallen of soms in de basis starten. En ik heb wel meerdere spelers laten debuteren. Maar ik denk in zijn geval dat hij niet verwacht had dat hij al zo ver zou zijn. Maar ja. Aan de andere kant was dat ook het moment voor een aantal jongens. En we misten veel mensen. We keken ook met het oog naar de volgende wedstrijd. Ja, en als je dan jonge gasten als in dat geval Evert, Simon en Sam een podium kan bieden om ze een beloning te geven voor het harde werken en het harde trainen en het goede spelen. Zowel in de onder 19 als in de belofte. Ja, dan is dat hartstikke mooi. Maar dat geldt nogmaals voor al die jonge jongens. Want ik denk dat we een hele talentvolle onder 19 lichting hebben op het moment. Wat zijn jouw doelen? Mijn doelen? Ja, ik wil gewoon het liefst zo snel mogelijk in de Eredivisie. Maar ja, dat willen alle A-spelers en de jeugdspelers. Dus ja, ik zie het wel. Ik laat het allemaal lekker op me afkomen. En als je vader nou toch weg mag gaan hier, zijn contract loopt nog door natuurlijk, dan ga je vanzelf met hem mee? Nee, dat weet ik nog niet. Ik kan ook terug naar ADO.
ja, we weten het nog niet. Dat hangt er vanaf. Wat zou je willen? Ik zou willen. Ik heb het hier heel erg naar mijn zin. Dus ik vind het leuk om hier te blijven. Misschien terug naar ADO vind ik ook leuk. Maar hier vind ik het, heb ik het ook wel echt naar mijn zin. Dus misschien wel hier blijven. Ook ADO is erbij gebaat als hij elke dag zich volledig op het voetbal kan focussen. In combinatie nu met school. Ja, en je weet niet of ADO hem dat ook kan bieden. En wij kunnen hem dat bieden en hij is van ADO. En ja, misschien dat ADO daar over een aantal jaren de vruchten van kan plukken. Dus we moeten gewoon dadelijk eens kijken wat er gaat gebeuren. En dan daar komen we wel uit. VVV gaat zaterdag voor de tweede keer dit seizoen naar Alkmaar. In oktober eindigde daar tegen AZ het bekeravontuur voor de Venlonaren. Een maand later in de Kuil pakte VVV in extremis een punt tegen de huidige nummer 4 in de stand. Vorig seizoen bleef het in Alkmaar 0-0. Toch blijft het een van de lastigste wedstrijden van het seizoen. Als je ziet hoe makkelijk zij voetballen, hoe makkelijk ze scoren, geven weinig weg. En vind op dit moment dat ze heel erg goed spelen. Een ploeg die de vorm te pakken heeft. En dat je weet, AZ uit is altijd lastig. En vorig jaar hebben we daar dan een punt gepakt. Maar ja, dat was ook op basis van echt heel veel strijd. En dat moet je ook geluk een beetje aan je kant hebben. Dat hadden we vorig jaar. Nou, dat hadden we, vond ik ook in de thuiswedstrijd hier zo. Want ja, als je dan na een kwartier met 2-0 achter staat en je moet de post al heel snel wisselen. Je komt in blessuretijd zelfs nog met 10 man en je sleept dan toch een punt eruit. Dan pak je daar 2 bonuspunten mee. Maar goed, je weet, er zijn een aantal wedstrijden die op voorhand heel lastig zijn. En daar is AZ uit daar één van. En zeker in de fase waarin ze verkeren. Maar goed, we gaan toch kijken waar onze kansen liggen en daar een plan op maken. AZ uit is altijd lastig. Goed voetballende ploeg. Veel fysiek ook, veel lopende mensen. Maar ja, ze hebben volgens mij 3 of 4 keer gewonnen. Achter elkaar. Ook daar moet een keer een einde aan komen, toch? En één ding is zeker, het gevoel is goed bij jullie natuurlijk na afgelopen weekend. Ja, dat is natuurlijk wel belangrijk, want op het moment dat je een stuk minder punten hebt en je moet dan naar AZ, dan komt er misschien op een bepaalde manier ook druk op. Nou, die is er nu niet, dus dat kan een voordeel zijn. En aan de andere kant, ja, weet je, dit soort wedstrijden moet je gewoon, moet het allemaal een beetje meezitten, moet je allemaal 100% geven en dan kun je misschien voor een stunt zorgen daar. ...28e minuut, Susic. En deze is zonder twijfel in de bovenhoek. Nu laat hij het dan toch over aan Joosten. En die zit er wel in. VVV wint met 2-0 van PEC Zwolle. Na 5 wedstrijden zonder overwinning weer eens 3 punten voor de formatie van Maurice Stijn. Zoekt weer de ruimte om zelf uit te halen. Oh! Ja, bij de eerste had je nog het gevoel, daar zit wel heel veel geluk bij. Van richting veranderd, wat doet Swinkels nou precies? Dan kan je een hoop vraagtekens zetten bij wat ADO daar allemaal doet. Geen vraagtekens nodig, dit is een werelddoelpunt. En Post die zijn kans schoon ziet en geweldig scoort. Wat schiet hij die bal prachtig in de bovenhoek. En VVV staat met 1-0 voor. En dan heeft niemand het meer over al die doelpunten die de deur uitliepen. Leemans, T, Van Krooi, want Post is er nog. Versneld. En haalt volle overtuiging de trekker over. En dan komt Wellenreuter er niet meer bij. De top 3 van VVV, zoals hij er nu uitziet. Zoals gezegd mag Sam Stijn er een nieuw fragment in zetten. Maar eerst, welke gaat eruit? Gaat het fragment van PEC Zwolle eruit halen. De winst op PEC Zwolle. Die ga ik eruit halen. En welke komt erin? De goal thuis van J. Ruggot en dan het dansje van de trainer erbij. Met z'n tweeën. Vind ik wel mooi. De wedstrijd tegen ADO hier thuis? Ja, de wedstrijd tegen ADO thuis. Speciaal voor je vader? Ja, ik denk het wel. Voor mij ook leuk. Hebben jullie van genoten van thuis? Ja, daar hebben wij wel van genoten. Dat was een mooi moment. Post bezorgd bij Rutte. Rutte, schijnbeweging, voorzetje. Nou, Zeuntjes er maar. Nee, van de lijn gaat een troepé. Nogmaals, het kan nog, nee, Susic ook niet. En Grotton, ja, dat lukt wel.
J. Roy Grot met zijn tweede van het seizoen en de beslissende treffer in dit duel. Die van VVV hadden 5 euro betaald en mochten 4 keer schieten. VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Seacon Logistics, Keulen Automateriaal, Vervoerscollege Venlo en Daily Gourmet Catering & Lunch Service.